hou ervan dat ze me echt goed kent. Papa. Papa. Mama. Good morning! Het is eerste kerstdag en wij gaan allemaal even omkleden. Lekker. Heel enthousiast. Lekker. Ook heel enthousiast. Lekker. Die, kerstpyjama. Mama. Ja, yeah. Gaan we die aandoen. En dan gaan we lekker ontbijten bij opa en oma. We gaan lekker van pyjama gaan we naar kerstpyjama en dan gaan we lekker ontbijten bij opa en oma. Nou, zin aan. Ik wilde een leuk shot maken. Oh, before en after. Zo zien we eruit met z'n allen en dan zien we er zo uit als we de kerstpyjama aan hebben. Maar niemand doet enthousiast mee. Before! En after! Dan doe ik het maar zelf. Nou, ik ben wel excited. After! After! Mooi, hè? Vind je het mooi, Lee? Nee, dat is ook! Ben jij? Heb je een mooie pyjama aan? Ik heb ook een pyjama. Kijk eens, Revy. Merry Christmas! Merry Christmas! Oh, Leo. Ben je mooi? Wil je die openmaken dan? Ja! Hij heeft een spons gevonden. Die moet per se open. Nou, kijk eens. Spons. Wauw. Spons. Spons. Mooi, hè? Er zijn er altijd mensen in mijn reacties die zeggen, oh, mijn vent zou dit nooit doen. En dan denk ik, ja, maar mijn vent heeft niks te zeggen. Ik heb niks te willen. Nee. Is toch echt leuk? Is ook leuk. En dan dit soort foto's met je kindjes. Ja. Is geweldig. Ik vind het heel leuk om elk jaar al die foto's terug te zien. Zo. Yay! Ja, ik hou ervan. Aan mijn B-koppel. Die twee zien vuurwerk. Nou ja, horen vuurwerk. Gaan we naar opa en oma? Kijk, daar zijn ook kerstlichtjes. Ja, er zijn ook kerstlichtjes. Kom, kijk nou schattig die broekies. Is toch leuk? Koffie, ik bedoel kerst. We gaan nu voor het eerst in 3 jaar tijd weer bij jullie ontbijten. Ja, we zagen het net voorbij komen. Dus nu is het tijd voor mijn moeder om weer de tafel te maken. Ja. Vond je het leuk? Nee, want ik had er geen rekening mee gehouden. Dus anders jawel, we hadden dit afgesproken. Echt? Ja. Maar ik vind hem wel leuk. En ik hoor mijn moeder net al zeggen, niet die lelijke kopjes op tafel. Dat, zo ben ik. Dan doet Mitchell of zo doet kaas, maar dan in de kaasverpakking op tafel. Ja. Dan denk ik echt... En dan die kopjes, alle soorten nee. Door elkaar. En dan denk ik, nee hoor, nee. Ja, maar de kopjes zijn niet lelijk, maar als je dan alleen die bruine ja, zou doen... Ja, dat zou dat wel kunnen. Dat kan wel. En ik heb hier ook weer de beertjes die ik dus aan mijn moeder had gegeven. Maar ik zei al, oeps, die moet ik dus toch terug. En deze ook. Ja, gummies. Dus ja, ik hoop echt dat dat gaat werken. Ik heb ook, nee, ik heb niet. Ik hoop ook dat jullie hele leuke dagen hebben gehad. Ik weet niet wanneer ik deze vlog online zet. Of ik überhaupt met kerst zelf ga editen. Als het nog kerst is, fijne kerstdagen. Als het al is geweest, hoop ik dat je het heel leuk hebt gehad. Wij gaan nu lekker eten. Ik heb zoveel zin in kerstbrood. Kerststol. Ga kijken dan. Ja, de kerstplannen. Oh, wat zit daarin? Wauw. Een chocoladebal. Het is een bal. Making our Christmas memories. Yeah. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Wij zijn nu weer thuis en ik ben even aan het opruimen, zodat ik vanavond de tafel gewoon in één keer kan dekken. En ik ga nu even alle cadeautjes onder de boom stoppen. Toch wel meer cadeautjes dan ik dacht, maar dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Hier een krat vol en dan heb ik boven nog. Maar ik ga eerst dan even deze legen en dan kan ik met die krat dus nieuwe cadeautjes halen. We hebben altijd als een soort van regel om op de achterkant de namen te schrijven. Zodat je dus blind een cadeautje pakt. En Mitchell heeft overal lekker vol op de namen geschreven. Dus dat is helemaal leuk. Ik ook! Even kijken, doe die daar maar bovenop. Op het cadeau. Of een cadeau? Ja, of die andere. Die is voor Kim, dus die hoeft niet, want die komt morgen.
Ik kan die. Ja, verstop maar ergens. Leg maar ergens neer. Ik ga vallen. Goed gedaan. Nog meer. Doe die ook maar dan. Maar waar heb je hem nou neergelegd? Want die is echt heel klein. Hè? Welke wil je doen? Groot of klein? Klein. Of groot? Twee. Twee? Ja. Is goed. Dan gaat mama even nog meer cadeautjes boven pakken. Oké. En we gaan er nog meer onder de boom. Ja. Maar dan moet je even beneden blijven waar Brio slaapt. Brio slaapt. Goed? Ga ik er nog meer pakken. Het liefst heb ik dit al een paar dagen voordat we het überhaupt uitpakken. Maar ja, we hebben een Leo, hè? Dat gaat niet. De mensen zeiden ook, wanneer ga je eindelijk je boom versieren? Ja, meer dan dit wordt het echt niet dit jaar. Ik vind het goed. Dit is allemaal een beetje net out of reach van Leo. Al pakt hij het alsnog. Dus ja, ik vind het goed zo. De rest is helemaal leuk versierd. Dus dat is helemaal prim. Wij zijn allemaal omgekleed. Het is inmiddels 3:15. Ik ben echt zo blij met het jurkje. Dat was echt zo'n last minute samenwerking met Bol. Ik vind hem zo leuk. Michel heeft een mooie blazer aan. Oh, ik vind het zo mooi. Kijk dan. Het glittert gewoon helemaal. Daar komen de mensen. Wat is het? Moet dat niet even buiten? Ja, dat moet even zijn. Ja, in de schuur. Is het kouder dan hier? Even de etagère maken met lekkere cookies. Ik wil ook doen. Hola. Oh, kijk. Nou, kijk. Oh ja, hij is nog nat. Ja, een beetje. Oh, ik vind hem heel leuk. Dit is echt kerst. Ja, leuk hè? Ja. Goud en zo. Ik vind die vind ik heel leuk. Kijk, ons allebei comfy. Ja, is dat gevonden. Sokken en Crocs. Ik had schoenen aan, maar ja, die zijn nat. Ik vind hem ook leuk. Ik was bang dat hij niet straks zou zitten. Hij is een beetje een kleed. Ja, voor kerst. Kleed, ja. Die je gewoon voor je ziet op de bank. Het is een beetje. Ja, dat klinkt dan weer gemeen. Ja, maar zo bedoel ik. Ik snap wel wat je bedoelt. Die structuur. Decor, nee, een kerstprint. Ja. Je ziet er uit als een kerstkleed. Je ziet eruit als een kerstkleed. Kijk hoe cute. Dat is toch leuk. En mijn huisje is allemaal aan. Ja. Alleen die heb ik dus gekocht, nieuw. En die doet het niet. Welke? Die. Oh. Merry Christmas. We hebben dit jaar niet onze sushi mukbang gedaan. Nee, dus had ik van de week zei ik nog tegen mijn collega's, nou dat gaat het niet worden dit jaar, want nee. We hebben geen tijd meer. Echt heel jammer. Nou, we doen een nieuwjaars. Ja, nee, hij kan wel nog voor. Ja, voor het nieuwe jaar. Tada. Nee, ik mag het niet openmaken. Nee, even wachten, Revi. Ja, ik heb gezegd, zodra Kelly er is, gaan we het openmaken. Volgens mij zijn we hier straks 2 uur mee bezig. Ja. Ik heb wel weer dat fantastisch leuke spel gevonden. Oh, ja. Waar was hij? Gewoon op zolder. Daar gaat het eerste cadeau. Oh, kijk eens! Wauw! De verpakking is al leuk. Ja. Open. Open. Zo zeehond. Zeven. Is een workout, hè? Yay! Wat gaat ze pakken? Wat gaat ze pakken? Ik ga hier iets pakken. Ik heb geen idee. Ik zie het al voor mij. Rebecca. Oh. Rakken, takken, nou, weg is hij. Kinderen vonden het iets minder. Ja, die deugd hebben, wat is dit? Volgende keer als ik zo inzet met de harde vast. Ja. Papa is een sneeuwbom. Ja, we gaan een stukje. Ah, en dan gaat het niet schrijven. Neem jij met je op de borden als jouw echtgenoot? Wat is daar op uw antwoord? Wat is daar op jouw antwoord? Jawel. En jij? Ja, nou, dan maak je je wel makkelijk vanaf, hè? En jij? Nou, en jij? Ja, ook wel. Nou, nou, dan verklaren we jullie nu tot man en vrouw. Tada! Dan mag je de bruid kussen. Waar zijn de ringen? Ja. En dan moeten mensen raden wat jij nu nadoet, oké? Wat? Ik hoef het niet. Revi kan je niet gelukkiger maken. Kijk ook hoe dichtbij die zit. Het is zo schattig. Hij is hemelblij. Ja. Ja! Lachen! Ja, lachen! Yay! Yay! Yay!
mama. Ja. En Leo. Tijdens gourmet zat hij ook in het lied. Opa, oma, papa, mama. Ik dacht echt, wow. Oké. Okay. Revi. Kijk. Papa. Mama. In kerstthema. Ja, ja. En mijn moeder heeft iets aan. En dat gaf ik 2 jaar geleden. Ja, ook met de kerst. Ja, en toen was ik dus eigenlijk een beetje sad dat ik hem nooit voor mezelf had gekocht. En nu heb ik het ook, na 2 jaar. Tada! Ik kan mijn kersttrui nergens vinden. Ja, dat is wel flauw. Voor vandaag een ander jurkje. Ja. Ik heb een jurkje. Oh, dan kan ik ook weer een ander jurkje. Ik ga nu met die stink. En vandaag is mijn neefje er ook. Niet een kersttrui. Nee, niet een kersttrui. Tweede kerstdag. Roos! Een klein beetje hagelslag erop. Ja. Een klein beetje vervolgens het hele gezicht. Hier. Kijken. Zoek de ster. De ster. Die. Ja. Klaar voor tweede kerstdag. Ik ga echt sowieso 100% voor dit jurkje van Bonprix. Kon je al zien in de vlog. En toen was ik al laaiend enthousiast over. Maar om het een beetje comfy te houden, ga ik wel weer lekker op mijn Crocs. Kelly zei gisteren al, jij op Crocs? En een andere vriendin had via de app ook al gezegd dat ik jou ooit op Crocs zou zien. Had ik nooit gedacht. Maar hier ben ik. Hier is de new, improved me. Ja, I love it. Ik vind het heerlijk. Sowieso dragen wij binnen geen schoenen. En dan vind ik het wel fijn om in ieder geval iets aan mijn voeten te hebben. Er werd trouwens wel heel leuk gereageerd op mijn haarkleur. Dus dat vind ik wel leuk. Want ik moest er zelf natuurlijk heel erg aan wennen. En het is nu alweer iets lichter dan dat het net erin zat natuurlijk. Dus ik begin het nu ook wel echt heel leuk te vinden. Goed, mijn ouders die zijn net gekomen. Kimberly kan hier dan elk moment zijn. Dus ik ga lekker naar beneden. Vanavond hebben we allemaal verschillende soorten hapjes. Iedereen heeft iets uitgekozen om te maken. Dus dat is helemaal leuk. Ik heb ook nog een taart besteld. Hier in Lelystad bij Zina's Bakery. Dus we hebben zo meteen lekker koffie en taart om mee te beginnen. Dat was Mitchell's outfit. Nou ja, Revi wil ook zijn Paw Patrol pyjama aanhouden. Dus nou ja, prima toch? Daar is ze hoor. Kijk dan. Ik vind het zo leuk. Helemaal cute gedecoreerd. Echt heel mooi. Niet van maken. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Ik ben heel even naar boven gesneakt om mijn kerstcadeautjes te laten zien. Want gisteren deden we natuurlijk cadeautjes. En ik wil dat wel heel graag in deze vlog laten zien. Want ik ben nu nog kerstig. En morgen niet. Morgen ben ik brak. Wat bovenop ligt is dit kussen. Die kreeg ik van Mitchell. Ik werk natuurlijk vooral nu ik aan het genezen ben en veel aan het luchten ben. Werk ik ook vaak vanuit bed. Maar de laptop wordt dan altijd echt heel erg heet. En dat vind ik heel irritant. Dus dan moet ik na een half uur weer stoppen. Bla bla bla. Dus hij kocht zo'n kussen met een houtbord. Waar dan je laptop op kan. En als het goed is wordt dit dus niet heet. Ook van Mitchell kreeg ik deze body en hair mist. Hier vroeg ik wel om. Want hij wist niks. Ik wist eigenlijk ook niks. Ik wilde eigenlijk geen luchtjesachtige dingen vragen. Maar dit luchtje zat in een adventkalender en ik vond hem zo verschrikkelijk lekker. En toen kwam ik er dus achter dat hij ook eigenlijk heel erg goedkoop is. Of tenminste, hij is redelijk goedkoop. Dus toen dacht ik, dat is leuk om te vragen voor kerst. Het is namelijk met de geur pistachio en salted caramel. En dit is zo ontzettend lekker. Echt heel lekker. Zeker een aanrader om eens een keer te gaan ruiken, want het is echt heerlijk. Gewoon om lekker mee in te sprayen. I love it. Van Sanne kreeg ik deze kaars van Yankee Candle. En dit is de Perfect Pumpkin. En ik had deze al een keer geroken bij mijn moeder. En toen vond ik hem dus echt niet lekker. Als je hem ruikt, dat je echt denkt, oké, ik had deze niet moeten ruiken. Maar ik weet dat als je hem aanzet, dat hij wel lekker is. Dus dit is echt een kaars dat je niet op deze geur af moet gaan. Maar als je hem aan hebt, dat je dan echt denkt, oh, wat is dat? Dus dat is die. En ik kreeg ook van haar, en dat is heel erg leuk, want ik heb deze lijn
van de Zeeman van heel veel mensen in mijn DM gekregen. Van wow, deze nieuwe lijn van Zeeman is echt wat voor jou. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik... Maar er waren twee dingen die ik wilde en die waren er allebei telkens niet. En nu heb ik er dus wel één, want het is een mok. Met dus die hele mooie maanachtige thema. Want zo ziet de mok eruit. En sowieso mokken en ik zijn beste vrienden. Ik ga zo goed op mokken. Dus ik vind deze echt heel erg mooi. Ik hou ervan dat ze me echt goed kent. Mokken en kaarsen. Ja, zo omschrijf je mij. Dan kreeg ik van mijn moeder strings. Ja, dit was echt zo. Ze had echt zoiets van, ik weet niet wat ik je moet geven. Dus hier heb je strings. Op zich altijd handig. Het zijn van die naadloze, dus die zie je niet onder sportkleding. Dus I'm not complaining. Altijd handig. Van mijn moeder kreeg ik ook geurstokjes. En dit is met bergamot. Bergamo. Grapefruit, ginger, cedarwood, geranium, nutmeg, patchouli, amber en mossie. Echt de perfecte geuren. Als ik een luchtje zou uitbrengen ooit, dan zou er sowieso en amber en bergamo in zitten. Dus echt heerlijk. Dan ook van Mitchell. En dit vond ik zo ontzettend attent. Ik vond het zo leuk. Ik ben natuurlijk helemaal dol op edelstenen. Hij heeft er niet zoveel mee. Maar hij heeft dus een amethyst hart voor mij besteld. En dat ik deze uitpakte, dacht ik echt, oh, dit is echt zo mooi. Ik denk dat de meesten die me volgen wel weten hoe ik denk over edelstenen. Ik vind het hele bijzondere cadeaus om te geven, maar ook om te krijgen. En dit is dan in de vorm van een hartje. En hij had dus deze erbij gekocht. En hij is helemaal naar de winkel gegaan om van dat mooie wol te zoeken. Dit was dus echt een bolletje wol. En hij zei nog, ja, dat heb ik nodig voor opvulling. En ik dacht echt, wat ben je allemaal van plan? Dus hij had het zo ingepakt. Nou even, dit is toch geweldig. Van mijn moeder nog een cadeautje, dat zat bij elkaar. Eén van mijn favoriete bodyolies. Ik hou helemaal... Bodyolie? Body soufflé heet dit. Ik eigenlijk helemaal niet van Nivea, maar deze geur is echt intens lekker. Dit is dus met monoi-olie. En mijn pot is op de helft, dus dit komt goed uit. En daarbij had ze dan een bol.com bon gedaan. Dus dat is ook altijd leuk. Ook van Mitchell nog deze oorbelletjes. Want hij zei laatst, hé, je tweede gaatje is helemaal groen geworden. Dus ik zei, ja, ik ben mijn oorbellen dus kwijt. Dus er zitten nu neppers in. En dat reageert bij mij gewoon heel erg snel. Maar ik wil van die kleintjes. Qua formaat zijn die echt... top. En de rest zou ik ook nog wel kunnen gebruiken voor zeg maar het eerste gaatje. Dus dat is die. Van Kelly kreeg ik dit mandje. En daarin zat deze prachtige kaars. En ik had deze al gezien. En toen dacht ik al, die moet ik hebben. Maar het mocht niet van mezelf. En nu zat hij dus hierin. Het is dus een hele mooie donkerblauwe kaars met manen en met sterren. Past perfect bij mij. Dan nog een kaarsje met cedarwood en orange. Echt een heel mooi kaarsje ook. Meditatiekaarten. Dus dat is ook helemaal perfect. Zeepheart. Dit vind ik misschien heel erg leuk voor in de wc of in de badkamer. En dan zat er nog een luchtje bij. En deze is zo niet normaal lekker. Ik vind geurtjes ruiken voor het eerst altijd een beetje spannend. Want diegene zit dan natuurlijk te kijken van, oh, wat vind je ervan? En toen dacht ik, oh, als ik hem niet lekker vind, dan moet ik straks doen alsof. Zou ik waarschijnlijk nooit doen, want ik zeg gewoon sorry, maar dit is niet echt mijn geurtje. Maar deze is zo intens lekker. Linter dit. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt, maar het is van Givenchy. Linter dit? Nee, weet ik niet. Bij mij klinkt het niet als hoe het zou moeten. Dit is het flesje en dit ruikt gewoon naar een vrouwelijke baas. Dat is hoe ik het moet omschrijven en oh, ik hou ervan. Het is zo'n sterk aanwezig luchtje dat ik zeker weet als je dit op hebt en je komt ergens binnen dat iedereen je ruikt. Dus mocht je nog een nieuw luchtje zoeken, probeer deze, want echt... heel lekker. Van mijn moeder nog een gift set van Mua. Met daarin shampoo, conditioner, een serum en een haarmasker. En ik wilde heel graag dus het haarmasker proberen. Maar mijn shampoo en conditioner die zijn bijna op. Dus dachten we, een set. En daarbij zat dan dus een serum. En in de vlog dat ik naar de kapper ging kon je zien dat ik iets voor mezelf had gekocht. En dat is deze set van Cento. En als ik dus wist dat ik geurstokjes kreeg, had ik dit niet gekocht. Want dit is dus een set, de Gold Vanilla. Met geurstokjes in de geur vanilla en musk. En een shower foam in de geur Nashi peer
en vanilla. Dus dat is echt een super mooie set. En zo ziet de set er dan uit. Ik heb geen idee of dit dan de stokjes zijn. Geniet van een exclusieve keramische diffuser. Oké. Okay. Oh ja, oh, het is steen. Oh, wat leuk. Nou, dat zijn dus geen stokjes, maar een keramische diffuser. En dat waren dus al mijn kerstcadeautjes. Dus echt mega verwend dit jaar. Ik ga nu weer snel alles opruimen, want volgens mij is het bijna tijd om te eten. En ik heb natuurlijk ook gewoon mensen beneden zitten. Maar ik dacht, ik moet het toch even laten zien voordat het donker wordt. Dat waren mijn cadeautjes. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden om te zien. Ik mis dat een beetje, de ouderwetse YouTube, what I got for Christmas of what's in my bag. Dus ik heb een soort van hele snelle what I got for Christmas gedaan. En ik vind het echt allemaal heel erg leuk dit jaar. Dus dat vind ik helemaal geweldig. This is how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Oh my god, ik heb zo leuk. Eet smakelijk. Zij er ook in op. Vonden we het lekker? We vonden het heerlijk. 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 Ik zit helemaal vol. Ik zit vol, maar niet te vol. Nee. Toetje kan er nog bij. Is het hard? Nee. Dan ben je er echt zo. Ja, eigenlijk wel. Nee, maar... Oh nee. Hij is wel een beetje zacht. Maar hij laat geen vingerdruk af. Nee, dat niet. Koken kan bij mij het wel. Ja. Heb je stoofperen zelf gemaakt? Ja. Ook nog. Nou, dan vind ik het koken hoor. Waar is je bestek? Hier. Ik zou je zo moeten trekken. Hier is het. La in la. De kinderen hebben even geplant achter een Disney film. Want die zijn een beetje klaar. Zeg maar. Kijk hoe lekker. Stoofperen gaat altijd goed op. Heerlijk. Ja. Rust. Hoor je dat? Kijk, mijn hele make-up is zelfs vervlogen. Jongens, dit waren de feestdagen. Klaar. Wil je wat zeggen tegen de mensen? Het was super gezellig. Nee, ik bedoel meer. Oh. Ik hoop dat jullie ook leuke dagen hebben gehad. Ik hoop dat jullie ook leuke dagen hebben gehad. Vol met liefde, vol met eten, vol met gezelligheid. Vol met mooie wings. Vol met mooie cadeautjes, verwennerij. En als dat niet zo is, is dat ook oké. Hè? Ik denk dat heel veel mensen het gewoon een hele moeilijke tijd vinden. Maar als je bijvoorbeeld iemand bent verloren of weet ik het, dan kan dat heel heftig zijn. En dan zie je al die mooie verhalen op Insta. Mensen maken het online natuurlijk heel mooi en helemaal gezellig. En misschien hebben die aan de eettafel ook wel ruzie gehad. Of weet ik veel. Dat, ik weet niet. Het wordt gewoon altijd mooier gemaakt of zo dan dat het is. Soms. Wij hebben het ook gewoon echt heel leuk gehad, maar ik ben ook echt kapot. En bij mij zie je ook niet dat ik ondertussen echt heel veel pijn heb. Dus je weet het niet. En misschien vier je geen kerst en was het gewoon 25 en 26 december. Dan hoop ik dat je een leuke dag hebt gehad. Wij hebben het in ieder geval heel gezellig gehad. Anyhow? Oh nee. Ik ga je weer. Anyhow? Revi zegt het nu zelfs, hè? Dus ik moet eigenlijk misschien een beetje opletten wat ik zeg. Anyhow? Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, anyhow? Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Als het zo was, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Tot de volgende video. Doei doei. Muah.